Dan krijgen we de column van Francisco Viola en die bevat een aantal schokkende beelden niet geschikt voor jongere kijkers. Francisco. Dankjewel, Felix. Mag het publiek kijken naar de dood? Het AD zette amateurbeelden online waarover veel commotie ontstond. Wat gaan we zien? Een jongen die is neergestoken en van het dak is gevallen. Loopt weer weg, valt weer en sterft even later. Exclusief, riep het AD. En schande, zei de rest van Nederland. Het gaat veel en veel en veel te ver. Om niet te zeggen dat ik het schandalig vind. Maar als we zo een Nederlandse journalistiek gaan bedrijven, dat iedereen die een filmpje maakt van een moord of wat dan, direct een verkrachting, weet ik veel. En dat moet dan, omdat we dan weten wat er precies gebeurt, allemaal getoond gaan worden op een AD-site of een weet ik wat voor site. Ik vind het echt beneden alle pijl. Sensatie, we vinden het leuk. Mensen vinden het leuk en mensen denken van ja, daar bereiken we een publiek mee. Maar ik denk dat het zijn doel voorbij schiet. Zelfs de journalisten van het AD kwamen in opstand tegen de eigen hoofdredactie. In een intern bericht briest de redactieraad dat het AD geen doorgeefluik mag zijn van schokkende beelden die een ethische grens overschrijden. Daarvoor zijn voldoende andere websites voorhanden en daarmee moeten we niet willen concurreren. AD.nl mag niet de afvoerput worden van de Nederlandse journalistiek. Walgelijk, smakeloos, onethisch, privacy-schending, respectloos en sensatiebelust. Dat zijn de verwijten. Maar zijn die verwijten niet te gemakkelijk? Sterker nog, snijden ze wel hout. Hoezo bijvoorbeeld privacy? Op het filmpje is niemand herkenbaar in beeld. De vermoedelijke daders staan er wat onbeholpen bij. Een buurvrouw weet zich geen raad. Is het verwerpelijk om dat te laten zien? Of gaat het om iets anders? Is de dood een taboe in de media? Want zo vaak zien we die niet. We zien wel dode lichamen, maar vrijwel nooit het moment van de dood zelf. Een paar maanden geleden was dit in het journaal. Zo'n 70 Tibetanen lopen richting de Nepalese grens. In het kamp van de bergbeklimmers zijn geweerschoten te horen. Fuck. They're shooting them like dogs. Yeah. Zeker één Tibetaanse is gedood. Een jonge boeddhistische non, zo blijkt later. China blijkt niet alleen een economisch wereldwonder, maar ook een vredeonderdrukker. Mogen we dat niet zien? Uit piëteit, respect, sensatiebestrijding? Of neem deze beelden. Amerikaanse militairen die vanuit een helikopter koelbloedig Irakezen uit de weg ruimen. Roger. Zijn dergelijke beelden van onze oorlog onethisch, mensonterend? Hoe zit het dan met deze documentaire over de aanslagen van 11 september op het World Trade Center in New York? Je ziet de mensen niet springen, je hoort ze. Chiefs didn't want anyone going through the lobby doors. First, it was because debris was falling outside. Then, it was people falling. You don't see it, but you know where it is. And you know that every time you hear that crashing sound, it's a life which is extinguished. It's not something you could get used to. And the sound was so loud. Mag dat ook niet? Is de dood iets waarvan we alleen in de bedaagde taal van rouwadvertenties kennis mogen nemen? Mensen hebben een fascinatie voor de dood, om precies te zijn het moment van de dood. En de Spaanse schilder Goya probeerde het in de 19e eeuw te vangen. En niemand zal durven beweren dat het verkeerd is om daarnaar te kijken. 100 jaar later probeerde oorlogsfotograaf Robert Capa precies hetzelfde met deze foto uit de Spaanse burgeroorlog. Het verschil tussen deze beroemde beelden van de dood en het filmpje van het AD is dat ze drama kennen. Of zo je wilt, heroïek. Het filmpje van het AD ontbeert dat volledig. Daar is de dood bijna iets plats. Een jongen sterft, terwijl een buurvrouw de was ophangt. Het is geen spektakel,
geen sensatie. De wreedheid is niet zichtbaar, alleen maar invoelbaar. En dat is voor de kijker misschien nog wel de grootste schok. Een belangrijke verklaring voor het taboe op de dood in de media is de vrees dat er mensen zijn die zich eraan verlustigen. Zoals bij de beruchte videoserie Faces of Death. De kans is groot dat juist dat soort kijkers wat van de video van het AD hebben geleerd. Als het filmpje er niet was geweest, was de moord op de 25-jarige Pascal Triep vrijwel onopgemerkt gebleven. Eigenlijk geen nieuws. Een klein berichtje in de krant, niet meer. Alsof hij verdween via een afvoerputje. Dat is pas respectloos en onethisch. Francisco van Jolen.